dames en heren. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en hij is weer terug. De Porsche Panamera 4S diesel. Oh, wat blijft dat toch een beauty. Ongelooflijk. En de auto die je hoorde starten op de achtergrond is de Lamborghini Urus. En Myron die gaat met die auto en ik ga met de Porsche. Samen met mijn maatje Noël. Oh. Yo, yo. Yo, yo, yo. Goedemorgen. Goedemorgen, maatje. Daar zitten we dan, met z'n tweetjes. Echt, hè? In de Porsche. Oi, oi, oi. With trust. Heerlijk. Voor de mensen die het niet helemaal begrijpen nu, wat gaan jullie doen? Heel erg simpel. Onder deze auto komen winterbanden, onder de Porsche. En die winterbanden die had ik nog liggen bij de garage van mijn schoonvader. Dus daar gaan we heen. En mijn auto ga ik erachter laten, de Lambo. Daar ga ik jullie straks meer over vertellen. Maar eerst ga ik even mijn telefoon aan de lader doen. Doen we een lekker muziekje op. En dan gaan we lekker gassen naar het noorden. Dus er wordt een mooi ritje van bijna 2 uur. Dus we wordt lekker in de auto zitten. Yeah. Is je nou aan het grapen? Nee. Ik zei, yay. Wat zei? iPod? Heb je een iPod? Ja, dat geeft hij aan. iPod of Apple CarPlay. Dat is lang geleden. Ja, iPod. Echt hè. Ik had dus een iPod met een stokje. Ken je dat? Nee. Maar dan had ik zo'n stokje en dan het eerste nummer was Barbie Girl, dat altijd al opstond. Ja. Van de fabriek. En dan Barbie Girl? Ja, I'm a Barbie Girl. Dat in nummer. Plastic world. En dan had je allemaal spelletjes, zoals met die blokjes. Dat dat zo valt en dat je dan moet draaien. Zo. Geen snor laten staan, bro. Nee, bro, maar ik moet eraf. Maar geen geld, man. Bro, ik heb je nog nooit zoveel haren daar zien hebben. Ja, normaal schrik ik het. Kijk die onderkant. Wow. Wordt een man, nou. Noël wordt een man. We moeten even weer scheren. Oké, nou goed. We moeten nog veel dingen doen, waaronder scheren dus. Ja. Oh, ik ook trouwens. Ja. Ja, ik moet ook scheren. Nou, ik heb ook wel wat haartjes zitten. Maar jij mag mijn baard scheren als je kan, Bart. Nou, mijn baard die vergt wel wat meer kunsten? Behendigheid. Oh, ja. Deze behendigheid heb jij nog niet. Oh, oké. Okay. Wow, oké. Okay. Het ritje duurde toch iets langer dan ik had gedacht, want we moeten eventjes tanken. Maar alleen in deze gaat dus diesel, zoals ik al zei, een Porsche Panamera 4S diesel. Dus gaan we even regelen. Even kijken hoe werkt het ook weer. Oh, allemaal stukjes planten tussen. Moest toch gewoon drukken, of niet? Of was er een knopje voor bij deze auto? Dus mij moest ik gewoon drukken. Zo. Oh. Hoe gaat die open? Hey, weet jij nog hoe die tanktop open gaat van deze auto? Gewoon duwen? Bro, ik ben aan het duwen. Hé, hey, dit zijn van die leuke helikoptertjes. Die laat je dan gaan en die gaan dan zo vliegen. Zie je dat? Ik weet niet precies hoe ze heten. Misschien wel helikoptertjes. Kijk. Oei. Nee, andere kant sowieso. Lijkt wel alsof je vastgevroren heeft gezeten of zo. Nee, ik denk het wel. Even warm blazen. Ja, moet open. Beademing. Push! Push! Los! Los! Zo, dat is niet normaal. Ik zal eens even aan Myron vragen, misschien weet zij het nog. Hey schatje. Hoi. Hey, je hebt toevallig een nieuwe trainingspak aan. Zeker. Van Knolpower. Zeker, jij ook. Ja. Ziet er leuk uit. Maar weet je nog hoe die tanktop erop gaat? Is gewoon ja, drukken, toch? Wel zoals Noël doet, gewoon drukken. Oei, dan hebben we een probleempje. De motor staat helemaal uit, hè? Ja, de motor staat uit, ja. Ja, anders dan zuigt hij misschien, waardoor hij niet open gaat. Maar hey, ik ook, dames en heren. Ik heb ook weer het Knolpower joggingspak aan. Die 9 februari om 12 uur online komt. En niet alleen joggingspak, maar ook andere vette items. Ik laat later in deze vlog laat ik nog een heel vet nieuw item zien. Wat ook online gaat komen 9 februari om 12 uur. Maar check, de hoodie helemaal in het grijs. De hoek helemaal in het grijs. Woehoe. Super nice. Dus 9 februari om 12 uur. Oké, okay, ik zal Noah even helpen, want dit gaat niet goed komen. Even kijken. Oh, hey. Het zijn altijd wel een moeilijke dingen. Ik hoop een Porsche krijgt een tankboy. Hoe kan dit? Oh ja! Hey! Ik heb hem! Let's go, dames en heren. Nou, voor de mensen die het niet weten, en ik heb dit wel vaker gezegd, maar voor de mensen die het niet weten, vaak bij auto's, als je hem dan eraf haalt, dan heb je ergens iets waar je deze kan bewaren, in plaats van dat je hem laat hangen, want dan gaat er allemaal benzine of diesel lekken. Kijk, hier kan ik hem inklikken. Oh, pff. Slechtste tutorial ooit dit. Maar hier kan ik hem indrukken. Moet hij wel even goed gaan. Zo, kijk, daar kan ik hem indrukken en dan zit hij helemaal clean zo. Oké, okay, nou, even handschoentje aandoen en dan, want kijk hoe dit er allemaal uitziet. Diesel, niet vergeten.
Diesel Ultimate. Daar gaan we voor vandaag. Talking to the moon. Dat nummer heb ik al de hele ochtend in mijn hoofd. Talking to the moon. Tudu. Ik heb even uit de andere auto handschoentjes gehaald. Want die heb ik altijd in het dashboard liggen. Want soms heb je van die onbemande tankstations zoals deze. Oh, ik moet eerst betalen trouwens. Dat is ook wel handig. Soms heb je van die onbemande tankstations. En daar heb je nooit van die handschoentjes. En ik weet niet, vind ik altijd wel prettig. Omdat ja, I don't know. Vanaf het begin dat ik een auto heb, doe ik al met een handschoentje. Altijd veilig doen. Even kijken, met tankpas. Let's go. Yes, de pomp is beschikbaar. Diesel Ultimate. Vol gas erin. Dit is wel echt super chill tanken, want ik ga in één keer van benzine naar diesel. En ik kan je vertellen dat dat scheelt echt aanzienlijk veel. Dat is niet normaal. Nu heb je wel weer andere kosten die bij diesel eventueel weer hoger zijn dan bij benzine. Maar dit is wel lekker tanken hoor. Holy moly, er gaat veel in deze tank, hè? Wat, volgens mij meer dan in de Lambo. Dat was ik helemaal vergeten. Oké, het is alsnog wel aardig prijzig, maar ik zal jullie even het verschil laten zien. Er zit 80 liter in en €145. En dat betekent... Oh, wauw. Wat staat hier? Dat klopt niet. Huh? Dat klopt wel. Oh, €1,74. Wow, is diesel zo duur geworden? What? Het is niet normaal. Benzine- en dieselprijzen schieten omhoog. Holy moly. Wow, het is echt te lang geleden dat ik met diesel heb getankt. Oké, het weer is in één keer helemaal omgeslagen. Want zo net hadden we gewoon een beetje zon en open lucht, blauw. En Teletubbies, kom maar gauw. En nu is het in één keer regen, donker, boos. Voldemort is er. Oh, alle Harry Potter films heb ik met Marvin afgekeken. We zijn helemaal klaar. We hebben alle films gekeken. 8 films in totaal. Waarvan de 7e film 2 delen heeft. Maar het was echt lijp. Het was echt super vet om gewoon alles te checken en zo. En Voldemort en Harry Potter. En... Ah, dat was heel vet. Dat was echt gruwelijk. Dus voor de mensen die nog nooit Harry Potter hebben gekeken. Hey! Jij ook? Het is echt wel een aanrader hoor. Het is leuk. Ja, ik moet echt gaan kijken. Ja, het is echt leuk. Nou, gaan we rijden, dames en heren. En met deze auto kan ik wel echt veel meer rijden op één tank dan met de andere auto. Dus dit... Alsnog, dit is best dure auto. Hoe bedoel je? Nou, kan best veel meer geloven. Deze. Ja, die tank. Ja. Ja, die tank is groot, man. Ik heb gewoon 80 liter getankt. 80? Ja, dat bedoel ik. Ja, ziek, bij mij bleef die vorige keer ook maar gaan. Ik denk, hoeveel kan hier in? Ja, dat is echt lijp, hoor. Gewoon meer... Wat ik in deze tank had ik 3 keer mijn eigen inhoud gegooid. Ja, dat is niet normaal. Wat dan gewoon. En weet je wat ook nog het ding is? Dat ik kon nog 65 kilometer rijden. Hey, schatje. Ik kon nog 65 kilometer rijden, dus hij was nog niet per se helemaal leeg. Nee. Dus ja, blijkbaar heeft deze auto gewoon een 90 liter tank dan, denk ik. Want volgens mij heb je geen halve tanks van 35 of 55 of 65. Volgens mij is het gewoon altijd per 10. Weet ik niet zeker trouwens. Maar dit is dan een 90 liter tank, dat is wel echt lijp. Maar goed, hij zit helemaal vol en er staat op het dashboard dat ik nu 1116 kilometer kan rijden. Dat is wel echt veel. Dat is wel echt heel veel. Dus nou goed, daar gaan we gebruik van maken. Cause you're running out, give it a go and ask around. Only takes one try, yeah. Even if she tells you no, then at least you know, so. Zoals jullie zien, dames en heren, alles knolpower. Zoals ik al zei, mijn joggingsbroek, mijn hoodie, mijn bodywarmer, mijn pet, mijn sokken, mondkapje. Het is ongelooflijk, dames en heren. Echt niet normaal. Ik heb eventjes wat bij Tankstation gehaald voor eten. Even lekkere panini hamkaas voor Noël. Of zoals Noël het noemt, een lekkere punani. Oh. Ik heb voor mezelf lekkere gevulde koek. Heerlijk, man. En ik heb even een lekkere kip pesto broodje. Dat is mijn favoriet. En, weet je wat ik ook heb? Nou, mag jij eens raden. Ja. Shotje, shotje. Ja, je wist het al, man. Ja, shotje. Ja, wel, kom. Ik ga het niet doen. Niet nadenken, go. Go, shotje, shotje. Atje voor de sfeer, voor de sfeer. Atje voor de sfeer. Kom, schudden. Geen alcohol. Openmaken. Nee. En santé. Bro, ik ga daar helemaal mee over. Nee. Hij doet de deur alvast open, hoor. Santé, bro. Santé? Ja. Dat is lekker, dat toch? En proost. Hoezo? Hey, hey, op het leven. Ja. Wat doe jij? Oh, je hele broodje valt. Bro, je hele broodje. Ik wil liever niet kotsen, nee. Dat ik dat broodje heb. Oh, je broodje ligt op de grond daar. Vind je het zo erg?
Snel weer eens een broodje kaas. Dus het water wordt gewoon... Ja, ik moet zeggen, dat gembershotje is ook matig. Zo matig, vies. Matig. Goed, ja, ze zeggen dat het gezond is. Ik weet nog niet precies helemaal wat het is. Wie zegt dat? Ik weet niet wie dat zegt. Iemand die heel gemeen is. Iemand die echt heel gemeen is, die zegt dat het gezond is. En die is gewoon aan het genieten en die kijkt alle mensen die dat shotje nemen. Die kijkt die maakt smaak ook. Ja, het is niet normaal. Oh, lekker hoor. Lekker kippestootje met een beetje gras erbij. Nou, we zijn er bijna, dus dat scheelt. Heel lekker. Dan kan je die blijven aanhouden. Ik zei nog tegen Noël, er moet ergens hier een regenboog zijn. Want het is gewoon soms blauw en soms dan in één keer weer niet. Een hele donkere wolk en zo. Maar kijk, we rijden precies op de pot goud af. Kom maar hier met dat goud. Goud. Oei, oei, oei. Zie je het op camera? Ja, je ziet het op camera hoor, zeker. Ja, de pot goud niet, maar de regenboog wel. Of kan je even niet meer goed zien door dat gemmershotje? Ben je helemaal in de war? Ja, echt bizar man. Kijk daar links, daar regent het ook, terwijl het wel blauw is. Kijk die donkere wolken, het ziet er echt gek uit, hè? Dat is wel heel... En dan links gewoon... Een plekje. Ja. Oh, daar. Kijk dan, het is echt absurd. Gekke weer, gekke weer. Oh, oh, oké. Oh. Oh. Nu moet je echt dragen. Chupa. Nee, nee, nu moet je echt gedragen. Ja, nu moet je echt gedragen, Noël. Nu moet je echt gewoon serieus even, hè, helemaal netjes. Helemaal strak. Want we zijn nu, dames en heren, bij de strenge weg. Helemaal strak. Ja? Ja. Ja? Heb je ook wel weer zin om te metaal te detecten? Ja, ik ook, man. Even zo. Piep, 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 piep. Oh, we zijn al hier. Pak je scherp, pak je scherp. Oké, oké. Oh, ik kan niet meer vinden. Dus nog een keer, nog een keer. Nee, nee, echt. De vlog van gisteren moet je echt kijken. We gingen metaal detecten. Oh, ik heb me echt stuk gelachen, man. Vooral omdat Noël met zo'n pinpointer ging hij bij zijn auto. Die auto open. Oh, dat was echt te mooi. Niet normaal, niet normaal. Nou, ik heb een gevulde koek ondertussen ook op. Dus lekker dik buikje. We zijn nu aangekomen bij autokoopschade. Nee, bij autoschadekoops, zo heet het. Ik zeg het altijd verkeerd. En mijn schoonvader kijkt me dan zo aan van... Hoe kan je dat nou nog steeds verkeerd zeggen? Maar we zijn er, dames en heren. Kijk, ik zal het even filmen. Kijk, hier zijn we aangekomen. Koopsautoschade. Oh, zei ik het zo net weer verkeerd dus. Maar koopsautoschade, dames en heren. Hier gaan we de auto neerzetten. Kijk, Marion is er al. Die had een andere afslag genomen. Oh, schatje. Ja, jij bent er al, hè? Ja, ik was toch sneller, hè, mijn route. Myron die appte mij en die zei, Enzo, je moet rechtdoor. Afslag Assen. Dus ik zei, nee, mijn navigatie zegt rechtsaf richting Borger. Ik zei, Myron, ja, rechtdoor, sneller, zegt de mijne. Ik zei, nou, de mijne zegt dat niet. Nou, Myron is 5 minuten eerder dan wij. Hij zegt, ik ga doorgeplankt. Ja, misschien is ze wel geplankt met de Lambo, dat weet ik niet. Oh, wacht, ik heb nog een stukje. Het is echt koud, hè, buiten. Niet normaal. Ja, bizar, man. Ik heb even alles leeg gehad. Ja, even de hele auto leeg. Ja. Huh? Ik wou net iets zeggen, maar ik weet niet helemaal. Dat je van me houdt. Ja, dat ook. Oh ja, ik weet niet wie dit gedaan heeft, maar ik zit nooit achterin. Er is maar één iemand die achterin zit. Kijk eens wat daar gebeurd is. Waar? De adapter, die oplaadding. Welke oplaadding? Waar je kan opladen, dat stukje. Waar je kan opladen. Oh mijn god. Die zit helemaal los. Noël Dekkers. Oh joh, die ligt er gewoon echt letterlijk los in. Ja, nou ja, gelukkig zijn we bijna uit de schaders. Ja, en hier zit ook een hele vieze vlek. Maar goed, we gaan de Lambo inleveren hier bij je vader. Ik heb hem helemaal leeg gehaald. Het is allemaal troep. Nou, dat is wel echt nice. Dus dat is echt top. Alleen die doos, maar die wou je erin laten liggen, toch? Ja, nee, die gaan we wel meenemen. Ah, dames en heren, we gaan afscheid nemen van mijn auto. En dan gaan we verder met de Porsche. Maar de Porsche, daar komen eerst andere banden onder. Namelijk winterbanden. Want met deze auto gaan we dus op wintersport. Dat wordt heel erg tof. Noël gaat ook mee op wintersport. Hey bro, kijk dan. Hij is helemaal niet meer dicht gegaan of zo. Dan is hij gewoon open gezeten. Huh? Het begint te sneeuwen in één keer. Yes, wintersport. Hoor je dat? Ja. Ja, hoor je dat? Dit is gewoon de movement, hoor. Ja. Weet je nog toen op de slaapkamer van Myron? Dat al dat sneeuw...
bro, kom hier, jongen. Ik ben zo blij dat ik jou heb leren kennen in een Call of Duty lobby, hè? Dat is zo fijn, hè? Dat is zo mooi. Ik heb gewoon online leren kennen via fucking een lobby van Call of Duty. Ja. En hier staat die dan. Oh. Ja, ik heb het zo alsof ik ja, ja, en dan naar mij toe. Ja, zo. Ja, ja, ja. En dan in één keer harder. Van die TikTok. Ja. Nee, maar even zonder grappen, dames en heren. We gaan deze hier achterlaten. En zoals jullie zien staat hier nu nog Duke Design. Want Duke Design die heeft mijn auto eerder gerapt in het paars. Ook één keer 50-50 blauw-zwart. Maar ik ga afscheid nemen van Duke Design. En het is wel even belangrijk om te zeggen, niks aan de hand. Verder of wat dan ook. Ik heb ook gewoon Duke opgebeld en gezegd... Hij heet eigenlijk Dennis trouwens, Dennis. Maar ik heb hem opgebeld en gezegd van... Hé, mijn schoonvader die gaat... Zo, het begint echt hard te regenen. Wacht, ik ga even naar binnen. Of hard te sneeuw eigenlijk. En het is koud. Wow! Ah! Oké, dit is even wat beter. Wat ik dus wilde uitleggen is dat ik weg ben bij Duke Design en dat ik vanaf nu mijn raps laat doen bij de vader van Myron, bij Albert. Mijn schoonvader, eigenaar dus van Koops Autoschade. En ik heb zojuist ook eventjes de broer van Myron gesproken. Die werkt hier ook en die heeft me zojuist verzekerd dat het helemaal goed gaat komen met de Porsche. Jullie zien ook al de winterbanden hier liggen van de Porsche. Die zijn echt super vet. Matchen misschien ietsjes minder met de auto, omdat er geen lijntjes omheen zitten hier zo. Want zoals je kan zien, dit zijn de standaard velgen van Porsche. En die hebben net even een andere kleur. Maar winterbanden zijn wel verplicht in Oostenrijk. Dus het is wel fijn dat dat er sowieso op komt. Dus die laten we hier eventjes staan. Die krijgt winterbanden en daar gaan we weer mee weg. Maar mijn Lambo laten we hier dus staan. En die krijgt gewoon een gloednieuwe wrap. Ik weet het, dames en heren, alweer een nieuwe wrap. Maar de paarse wrap, die heb ik ooit opgedaan. Omdat een video van echt langer dan een jaar geleden 100.000 likes kreeg. Dat kwam omdat Jim die had gezegd bij 100.000 likes wordt de Lambo paars. Toen heb ik gezegd, nou mensen, ik daag jullie uit. Like de video en dan gaat het gebeuren. Nou, die belofte heb ik nagekomen. Alleen paars, ik heb het nooit helemaal 100% gevoeld. Maar ik heb in ieder geval de belofte nagekomen. Dus nu hebben we iets op het oog en dat is gewoon heel erg smooth. Het is echt heel erg tof. Het ziet er super stoer uit. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan gaan maken. En dat is dus de eerste keer dat ik mijn auto hier ga laten rappen bij de vader van Myron. En dat vind ik wel heel erg tof. En daarom was er ook begrip en is er ook voor de rest niks anders vervelends te zeggen over waar ik eerst mijn auto ging laten rappen. Want ik had gewoon netjes opgebeld van, hey, luister, mijn schoonvader die gaat ook beginnen met rappen. En ja, lijkt me op zich vrij logisch dat ik dan hierheen ga en dit ga helpen om te promoten. Dus mochten er nou mensen zijn die hier in de omgeving wonen of die gewoon heel erg graag hierheen willen komen. Misschien dat je nu zoiets hebt van, ja maar Enzo, we hebben nog niet gezien hoe het eruit kan zien. Nou, dan moet je even wachten totdat de Lambo klaar is. We gaan op wintersport en als we terugkomen van wintersport, dan gaan jullie de auto hier zien. Dat die helemaal gerapt is en dan zien jullie het eindresultaat en dan zie je ook hoe goed dat gebeurt. Want ze hebben er al langere tijd ervaring mee. Dus dat krijgen jullie nog te zien. Maar voor alle mensen die zoiets hebben van, hey, maar dat is handig. In het noorden. Ik wil mijn auto laten rappen. Check dan eventjes in de beschrijving wat informatie over Koops Autoschade. Er staat ook het telefoonnummer van de receptie. Kan je ook daarheen bellen om informatie op te vragen voor het rappen van je auto. Of je dat nou wil rappen met een verschillende kleur. Of met combinaties. Of gewoon een doorzichtige beschermlaag. Een soort van beschermfolie. Het kan allemaal. Dus check dat eventjes in de beschrijving. En het zit in Borger. Dus dat is waar Marion ook vandaan komt. Dus Koops Autoschade in Borger. Ga dat checken. Ik laat mijn auto hier achter. Tenminste, eerst even de Porsche. Gaan we nu even met de Lambo er weer vandoor. Die gaan we dus aan het eind van de dag weer omruilen voor de Porsche. Snappen jullie dit nog allemaal? En check eventjes wat hier staat. Dit is wel echt heel erg tof. Dit is zo'n Sian. Zo'n Lamborghini Sian van Lego. Die helemaal in elkaar is gezet. Bestaat uit weet ik veel hoeveel stukjes. Het is echt niet normaal. Het ziet er wel heel erg dik uit. Maar goed. Ik hoop dat jullie het nog allemaal begrijpen. We gaan er nu vandoor. Want we gaan eventjes nog op bezoek. Ik moet nog iets langs brengen bij mijn moeder namelijk. Dus dat gaan we nu ook eventjes doen. Ik stap in de auto en wat zie ik hier? Myron! Ja, ik ging expres wachten. Ik dacht, we doen straks het shotje met z'n drieën. Nee, je mag hem ook wel aan Noël geven, dit shotje. Jullie hebben hem al opgedronken, hè? Je mag hem ook wel aan Noël geven. Ik zag dat Noël bijna ging kotsen. Ja, dat is zo vies. Ik vind dit echt super lekker, serieus. Kijk maar. Altijd zonder gek ik gezicht te trekken. Ik geef geen kick. Wow, hij is tot 1 februari goed. Ik geef geen kick, let op. In 2, in 3 keer. Geen kick?
Dat was bijna een kick. Maar hij is binnen, super lekker. Ja, ik zie ook geen tranen ogen of zo. Nee. Nee. Ik ruik het van over hier. Zie je tranen ogen? Nou, een klein beetje wel, ja. Heel in mond. Maar heb jij alles uitgespuugd? Nee. Nee. Ja, hij was ook niet helemaal leeg. Zo, goedemorgen, die zon. Ongelooflijk. We zijn zo lang hier gebleven en ook nog gepraat met de vader van Myron. Dat we zojuist een telefoontje kregen van Jan Bruur. En die zei, zijn jullie er nog op de zaak? Want ik ben de auto aan het testen. Mijn meisje is heel lief aan het zwaaien. Oh, hoi. Zijn jullie nog op de zaak? Want dan kan je net zo goed nog even 5 minuten extra wachten. Want de auto is eigenlijk zo goed als klaar al. Dus ja, als we nog heel even 5 minuten wachten, kunnen we gewoon meteen met de Porsche weg. En dan kunnen we deze auto überhaupt hier laten staan. Maar alleen nog even kijken met een paar dingetjes. En oh, we kunnen wel heel veel vragen aan je vader of hij een aansteker heeft. Daar liggen 2 aanstekers. Echt? Ziek. Oké, dan kunnen we wel eventjes vijf... hier tussen de stoel nog één. Oh joh. Oké, dan kunnen we wel even wat in die 5 minuten doen. Hey! Kijk, testritje is gedaan. Kijk, de velgen zitten eronder. Oh, dat is de broer van Myron. Oei! Dat is mijn broer. Dat is jouw broer. Mijn broer. En jouw broer. Komt-ie. Ik kan heel hard met mijn mond, kan ik zo... Echt? Ja, maar dan als een babypijl, soort van. Oké. Kan dat ook? Ik kan dat ook. Kan je dat ook? Ja. Oké, ga maar proberen. Doe maar. Ik kan dan met mijn neus. Wat is dit? Nee, die was niet goed. Ik had niet genoeg adem. Komt-ie. Oké. Ging die in jouw nek? Ja. Oh, dat is geen fluit. Waar gingen die heen? Hij ging op hem, hè? Bro. Hij gooit gewoon deze. Nu is het mooi weer, dus het is perfect tijd voor een showtje. Ja. Ja, bro. Koop z'n autoschade! Yo! Nog één! Wat ben je aan het doen, jongeman? Dat is wel een knetterbom, hè? Dat is een hele grote knetterbom. Ja, we hebben nog wat categorie 1 vuurwerk over blijkbaar. Maar we steken nu de laatste dingetjes af. Nee, die wil ik niet. Jawel, deze gaat goed. Die nee, andere was niet goed. Die was echt stom. Jawel. Kijk, dit is echt wel vet hoor. Kijk. Hey, zullen we de vijver blauw maken? Nee. Jawel. Zeg maar ja, lijkt me een leuk idee. Zullen we de vijver blauw maken? Ja, is goed. Schat. Wat heb jij nou, Noël? Wow, dat was best vet. Hier, zal ik de vijver blauw maken? Ja, maak de vijver maar blauw. Wij gaan een wolk creëren. Boe! Oh, joh, ik dacht dat het blauw was, maar... Het is niet echt blauw-rood. Ja, wel een beetje. Ja, nu wel een beetje. Ik denk dat het te hard waait. Ja, dus dan moeten we er een stuk of 4 tegelijk doen, denk ik. Ja, nou, ik ook. Echt leuk, zeg. Kom, ja. We gaan weer in de auto zitten. Ja, het is echt super koud. Gooien jullie dit echt weg? Had totaal geen nut bij jou. In ieder geval, dat categorie 1 vuurwerk blijft gewoon mooi. Het is echt bizar hè? Dat je gewoon categorie 1 vuurwerk het hele jaar door mag blijven afsteken. Dat is echt sick. Dat is echt sick. Nou, we zijn in ieder geval mooi vanaf nu. Ik heb nog een paar van die kleine rookbommetjes, maar ja, misschien is dat ooit nog leuk voor later. Nou, hier zitten we dan in de auto, nog heel eventjes te wachten op de Porsche. Elk moment klaar. Yo. Dat is zo vet met die kou. Zo hard. Ja, dat is echt sick, hè? In de kou is het echt harder. En je ziet die rookwolken eruit spuwen, joh. Dat is echt dik. Ja.
Het is mooi geweest. Bijna al je benzine op. Denken. Oké, het is mooi geweest. We laten hem nu staan en we gaan met deze er vandoor. Oké, daar gaan we, dames en heren. Let's go. Hoppakee. Yes. Winterbanden eronder. Heel erg nice. Mooi, een mooi plekje dit trouwens ook, ja, hè? Ja, fijn, hè? Dit is gewoon letterlijk het uitzicht wat je vader heeft met zijn bedrijf. Ja. Dat is echt super mooi. Ja, ik vind dat ook echt fijn. En hier staan in de zomer ook heel veel koeien altijd. Ja, dat is echt nice. Mooi plekje. Lekker rustgevend. Ja. Hey, Maatje. Oh. Hey, Maatje. Hey. Yeah. Kijk nou wat een lieve hond aan het sneeuwen. Nou, lief weet ik niet. Volgens mij is hij best wel stout. Maar... Hey. Dan ben jij een mooie hond. Ben jij een mooie hond? Ja, je hebt zo'n mooi koppie. Ja, kijk, zie je. Je hebt zo'n mooi koppie, hé. Hij gaat altijd zo staan op twee beentjes, hè? Zo schattig. Oké, lekker, hè, dit. Hij heeft eyeliner, heeft hij. Van zichzelf. De hele zwarte ogen. Ja, daar lijkt het wel op, ja. Heb je eyeliner? Mascara opgedaan vanochtend. Ik sta ook alweer. Ja. Ja, alles veranderen, hè. Mooie lul, hè. Kijk dan, nu gaat hij bij Meijer staan. Dat is wel een aandachtshondje. Hi. Ja, zo. Hi. Hij doet als je hem niet kriebelt, doet zo. Ja, gaat hij helemaal zo tegenaan. Nou, we zijn in ieder geval bij Kim. Oh, wat een schatje. Waar is de andere hond? Die, circusklant. Wat een circushond. Dat, hè? Oh, mijn god. Nou, kom we hierheen. Kom maar, kom maar hier. Kom maar hierheen. Kom maar hierheen. Kom maar hierheen. Oh mijn god, dat is geniaal. Oh. Nou, Kimmy gaat ons nog even knippen voordat we op windsport gaan. Hoe nice is dat? Hebben we daar weer geluk mee of niet? Ben ik zo blij mee. Ja, daar zijn we echt heel blij mee. Hè? Oh, wat ben je toch lief, hè? Wat ben je toch lief, hè? Mag Coco mee of niet? Nee. Nee, ga wel mee. Over waar Coco heen gaat, hij ook heen. Nee, mee. Oh, Winsford, dan mee naar je kappers. Nee. Hij frittelt haar op. Echt? Ja. Hoe heb je een harenfetish? Vreet je haar op van klanten? Nou, dat is wel makkelijk schoonmaken, toch? Ja, het is meteen opgeruimd. Zullen we dansen? Ja, hij gaat koken straks. Oh, kijk, hij gaat even de wortels snijden. Hak, 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 hak. Ik moet Spike ook even aandacht geven. Ja, tuurlijk. Waar is Spike? Beer? Zo! Spike! Oeh, het is een beer! Kijk, Spike dan. Dans met mij die tango. Hey Spike. Hallo. Spike is niet normaal, hé. Oh, klein beertje. Kijk, wat een beer. Als we lopen met Spike, zeggen ze die kleine kinderen... Het is gewoon een beer! Maar het is vooral het haar. Ja, dat is het ook. Dat is niet normaal. Maar de vader van Kim die feunt hem ook echt gewoon elke week. Hij had echt naar zo'n trimsalon. Dan is hij daar gewoon 2 uur. En dan heeft hij een heel mooi kopje en zo. Ja, dat is bizar. Lekker. Spike! Spike! Ja, nog wel eens. Maar Spike is ook wel even oud, toch? Ja, je moet hem laten springen op jou. Nee. Hoezo niet? Recht op de grond. Doe, hier, spring. Spike, spring. Ja, die op de grond. Spring. Laat Spike op je springen. Kom maar. Ja, hij heeft echt een zieke blaf, hè? Kijk dan hoe groot hij is. Ongelooflijk. Ja, hij is wel echt een hele mooie hond, hoor. Hij is prima. Hey. Ja, pak. Ja. Ja, goed. Hij loopt. Hij luistert. Hij heeft gisteren zijn teen gestoten. Meen je niet. Nou, kom. We gaan geknipt worden. Let's go, let's go, let's go. Als die hond nog niet achtmaag. Dat is echt ziek, hè, die hond. Ja, niet normaal. Wow, boelies, man. Maar ze gaan nooit mee naar binnen, die honden. Die blijven altijd daar. Oh, mijn god. Nou, we zijn in een mooie studio van Kim. Studio? Wat is er? Ja, ik kan gewoon jouw bank meeleggen. Deze had ik gisteren nodig om die lens te verkopen bij die man. Kon hij zo zijn pasje opleggen. Ik denk dat het ook wel goed is. Gewoon bij iedereen die bij jou binnen wil komen.
€10. Gewoon met die scanner. Goed, toch? In ieder geval, dit is de studio van Kim. En hier staat het logo ook gewoon in de grond. Ja hoor, hier op de muur. Ja, dat is allemaal leuk gedaan. Dat is allemaal leuk gedaan. Hier gaan we zitten? Ja, jij mag hier zitten. Oh ja, ik mag zitten. Jouw nee, ik mag ook wel zitten. Gaan we met z'n tweeën zitten? Nou, dat. Wat ben je van plan, Kim? Als ik dit nou, zo zie. Ik dacht een kleurencombinatie van drie kleurtjes. Van drie kleurtjes? Ja. En dat zijn? Dit, die en dan die. Oh, dan maak je dan zo'n vlecht van? Ja, dan doen we die achter op je hoofd. Oké. Okay. Ja, is goed. Ja, tegenwoordig is niks te gek, Kim. Dus wat is nou het meest gevraagde kapsel? Is dat zo opgeschoren met KP-logo erin? Of? Ja, dat wordt veel gevraagd. Ja, ja, dat wil ik ook wel eigenlijk. Dat is goed, kunnen doen. Ja, ja. Mag ik dat niet? Dat? Ja, bij Noël. Nee. Ja. Ja. KP-logo bij jou helemaal. Nee, bij jou. Ja. Hoeveel wil je ervoor hebben, Noël? Want op zwart haar zie je het beter dan op mijn haar. Ja, dat is wel zo. Ja. Dus het is voor jou beter, ja, denk ik. En hoe gaat het trouwens met jullie relatie? Ja, goed, toch? Ja, zeker. Nee. Dus nog nee, ik ben er nu aan het zussen. Ik weet alleen wat de thumbnail is van vandaag. Ja, zijkant echt weer kort, hè? Ja, zijkant weer lekker kort, lekker strak, pittig. Maar niet zeggen, zo kort. Dat is koud. Ja. Nee, dat ga ik niet zeggen. Hey Kim, weet je wat ik heb meegenomen? Nee. Ik wou dus vanochtend dat Enzo het wel ging meenemen, maar hij zei nee, ik wil dat niet. Maar als jij hem nou ook even overhaalt... De waard. Ja, ik heb hem meegenomen. Hij zat gewoon in mijn tasje. Ja, want dan heeft Kim straks jouw haren mooi gedaan en heb je zo'n baard. Ja, ik mag toch zelf bepalen wanneer ik ga scheren, of niet? Maar vind je het zelf ook mooi? Ja. Mooi irritant. Ik heb gewoon geen zin om te scheren, nee, maar dat gaat allemaal gebeuren. Als jij nou zijn baard doet, dan doe ik zijn haar. Ja, tegelijk. Yes. En dan kan ik weer leuke figuurtjes maken. Nee. En dan gaat Kim ook mooie figuurtjes in jouw haar maken. Nee, want Mario afgesproken. Je hebt het de vorige keer verpest voor de rest van je leven. Niet. Want jij hebt mij belachelijk laten doen lijken. Nee, uiteindelijk heb ik het heel goed geschoren. Uiteindelijk, nadat ik iets van 8 verschillende figuren in mijn baard had. Oké, dan beloof ik. Ik doe het nu serieus. Ik beloof dat ik het morgen uiterlijk Pinky? Ga doen. Pinky, ik doe het serieus, schat. Nee, ik ben een sterke, moedwillige man. En ik bepaal dat ik dit morgen zelf kan. Nee, ik heb gaat niks doen. Even één zo'n gat, dan moet hij wel. Nee. Gewoon een zijkantje inderdaad kort. En dan de voorkant een beetje geknipt. En dan bovenop lekker laten. Water af. En dan... Ja. En dan ben ik helemaal happy. Nou, maar dat lukt niet. Ja, het enige waar ik nu al kreeg kan, is die kriebels in mijn nek. Ik voel het nu al. Zal ik hem wat strakker doen? Ik heb bijna wat gekild, maar ik had er geen haar. Nog strakker? Ja, misschien wel. Vind je fijn, hè? Ja, dit is beter. Ja, oké. Maak er een moois van. Zet hem op. Let's go. Let's go. Voelt wel wel lekker, hoor, dit. Oh, zo. Veel vanaf, joh. Je zou dat niet zeggen. Ja, sorry. Dat was de eerste wat ik zei de vorige keer. Ja, maar dit is dus de reden waarom Jessica zonder spiegel knipt. Ja, dat snap ik heel goed. Want dan gaan mensen niet meekloeren de hele tijd. Want nu denk je wel van, oh shit, er gaat heel veel af. Terwijl als Enzo het pas ziet als het af is, dan denkt hij, wow, dat mooi. Nee, ja, we doen lekker je ding en ja, dan kan ik ook gewoon lekker loeren. Dan kan ik je lekker op de vingers kijken. Ja. Zie je, opstapje. Ik zei al tegen hem, er zit een opstapje. En ik zei het ook nog. Twee mensen hebben het tegen hem gezegd. En nu staat hij. Is dat een opstapje? Heb je nu je teen gebroken? Kan je nu niet meer mee? Maar viel het tegen de andere deur aan? Ja, nee, trapte. Oh, typisch Noël ook. Ja, dit is zo mooi, hè? Ik rende ook. En dat wil ik niet doen. Weet je wat het wordt? Hij is al geknipt. Ja, het is al klaar. Ja. Nou, leuk dat je weer bent. Oké, dames en heren. Het is helemaal klaar. Het is helemaal gefixt. Woep woep. Hartje helemaal fresh. Echt heel erg blij mee. Super nice. En nu zit deze jongetje in de stoel. Ja, dat klopt. Wat ga je doen? Ik zet erin. Jij mag trouwens ook wel even je baard scheren met scheren praten, Sjoel. Nee, ik heb niet ballen mee. Wat ga je doen? Want jij hebt echt een dikke bos met haren, jongen. Kim, wat zie jij het mooist bij mij? Bij mij. Kim denkt hard na. Denk, wat staat er eigenlijk bij hem? Ja, niet veel.
Maar... Dat was zo lief. Zeg maar. Ik ook wel een middenscheiding. Ik ook niet. Nee, ik zou het ook niet doen, een middenscheiding. Dat heb je een tijdje gehad, maar daar ben je overheen gegroeid. Ik heb een tijdje naar voren, dat is wel. Ja, maar dat ben jij ook. Wat gewoon. Ga je nu doen? Ja, zo naar voren is zo schattig. Kijk maar eens aan. Ja, dat staat je wel echt goed, bro. Dat staat je echt goed. Of je doet gewoon gemillimeter, dat kan ook. Ja. Ja, ga dat doen. Dat stond jou wel echt goed. Je elleboog zit wel een beetje in de rug. Ik vond jou dat echt goed staan. Heel anders. Dan heb je wel meteen iets heel anders, hè? Ja. Dat weet ik. Maar dat gaan we niet doen. Maar ik zou gewoon lekker kort doen. Ja, gewoon lekker kort. Nou, wat gaan we doen? Ja, gewoon lekker kort. Gewoon zijkantjes, kort. Bovenkantje. Kort, nou gewoon lekker zo, Messi. Maar je kan toch die bovenkant zo doen dat je het en naar voren en een middenscheiding kan dragen. Dat je toen dan kan je eerst gewoon de zijkanten doen en dan valt het toch wel gek. Ja. Ik heb geen idee, jongens. Kim doet het gewoon allemaal, ja, hè? Kim, doe maar. Zo is het mooi. Zo, het is de liefde. Ja. Kijk oh, eens. Oh, one only girl. Baby. Oh. En dan moet je ook zo doen, hè? Zo die hairflip. Ja. Oh, wauw. Dit is wel echt mooi. Mooi. Ja, ga maar. Wat zeg jij tegen de poster? Ja, ga maar. Wil je beginnen met knippen, zeg je? Wat alsjeblieft, ga knippen. Je bent wel zenuwachtig, hoor. Hoe kort wil je? Moet ik niet zeggen, 8 mm. je wilt iets langer als Enzo, denk ik, hè? Wil je net zo kort? Ja, ziet er goed uit, hè? Iets langer, hè? Ik ben wel echt wel blij mee. Doe eerst langs de stand en dan zeg je dan maar... Ja, moet lekker weg. Die was echt goed. Ja, hoor je die zo? Ja? Die moet... Gaan we, ja? Vind je het leuk, hè? Ja, maar jij ziet ook echt precies zo'n... Ik ga nooit echt naar de andere kant. Ja. Nee, die stop ik. 6 keer gedaan nu, klein. Maar wel echt kort, hè, zijkant. Is dat ooit als je bijna koud? Wat is dat? Ik zie alweer gebeuren dat ding er afvalt. Dat ding er afvalt? Dat ding er afvalt. Dat opzetstukje, ja. Is wel eens gebeurd. Ja. Dat betekent niks, hè? Zo, veel gaat er af, joh. Ben je nog nooit geknipt, ook, Kim? Wow, dit wordt dan de eerste keer, inderdaad. Ja. Oh, je ziet wel dat het hier al inderdaad wat af is. Doe het één keer voor. Misschien wil mijn moeder het daar nog na doen. Ja, dit is echt wat voor jou, treintje, dat weet ik zeker. Nee, niet het tegen het plafond aan. Nee, gaat niet tegen het plafond. Komt ie. Je doet hem zo. Ja, en dan fles. Oei, joh. Zo, hé. Oh. Kun jij dat ook? Zeker. Nee. Je op de hand hier? Ja, dan ik... Andersom, dus op de linkerhand. In de neus eronder, zeker. Op de linkerhand. En dan sla je hier zo? En dan sla je dus hier zo op. Dus je doet dan zeg maar... Ik doe de bril in, mama. Oh, ik zal maar dan kan je hem toch niet zien? Zo, en als je hier op slaat, Ik zal de bril er even in. Ja, nu kan je hem niet vangen. Als je hier zo op slaat, dan gaat hij omhoog en dan kan je hem vangen. Waar is hij nou gebleven? Helaas. Valt nog mee. Wil jij nog even eentje? Eentje begroeien. Valt nog mee, dat had hij ook. Zo, hè? Ja. Wow! Fantastisch. Helemaal top. Hoi. Nou, Noor en ik zijn heerlijk geknipt door... heerlijk nog wel. Ja, we zijn goed geknipt door Kim. Shout-out naar Kim. Bro, wat is dit voor raar stuk? Dat is een extra challenge. Moet altijd een bolletje zijn. Zo, dat kon ik niet laten. We zijn in ieder geval goed geknipt door Kim. Ja. En Noël ziet er ook weer 5 jaar jonger uit. Gast. Bolletje, hè? En... Bolletje. Ja. Oh, maar dit is makkelijk. Ja? Ja, goed gevangen. Top. En we hebben heerlijk gegeten. Nee. Dus bedankt weer naar de ouders van Myron. En dan ben ik heel benieuwd hoe de Lambo wordt. En dan gaan we nu even naar mama, want daar moeten we nog steeds heen wat langs brengen. Dus
Dus dat gaan we doen. Moet je kijken, joh, dames en heren. Dit is gewoon een voorbereiding voor de windsport. En dit is een perfecte timing voor mijn winterbanden. Ongelooflijk. Kunnen ze meteen eventjes wennen aan de sneeuw alvast. En dat nog in Nederland. Ik ben benieuwd alleen hoe lang het blijft liggen, maar goed. Mam! Ja, ik hoor iets. Hallo? Hallo, hallo. Huh? Wat doet mama nou? Yeah! Wat? Het zat gewoon in een doos. Waar is het licht? Oh, daar. Hoezo zit je in een doos? Je zat er helemaal zo. Je zat er echt helemaal in. Maar je had niet alvast naar binnen mogen komen. Kijk, ik ga zo. Zo. Oh, je had verwacht dat wij zouden aanbellen beneden. Ja. Oh, en dan zou je hem open doen en dan. Zo. En hier. Oké, dat was daar. Zo, open. Zo. Ik heb heel goed bedacht hoor. Zo, kijk. En oeh, ja. Zo. Ja, dat is echt perfect. Oh, hier heb je het van. Hier heb jij het van. Ik heb het van mama. Nou, ik heb je horloge hier. Oh, dat is fijn. Gemaakt en wel. Heb ik er twee? Alsjeblieft. Ja. Dankjewel. Nice, nice, nice. Hello. We zijn bij mama. Wat is gebeurd? Enzo wilde op bezoek komen bij zijn moeder. Ja. Is dat iedereen? Wij gaan gezellig met hem mee. Wij gaan gezellig praten, koffietje drinken. Precies. Wat gaat Enzo doen? Goed. Maar hij heeft jou ook wel eens wakker gemaakt, toch? In het verleden. Klopt. Maar ik heb altijd het gevoel dat hij dit kan horen of zo. Heb je dat nooit? Kom je maar op één manier achter, hè? Enzo? Ik denk dat ik dit in de sta gaan zitten. Toestemmen? Ja. Kijkers, toestemmen. Weet je wat de enige manier is om te kijken of die luistert? Ja. Nee, echt. 10.000 euro? Ben je serieus? Zo'n dikke zondeer kan je nou kopen. 10.000 euro, nee. Dat is niet normaal. Nee. En heb je dan ook nog zo'n grote, vette, grote hand? En mijn water. En mijn, ja, oh, ik ga even en mijn water pakken. Voel ik de emmer. Laten we nu nog eromheen gooien. Oh, hij was toch wel wakker. Nou. Weet je aan, wat was je zelf? Ik heb even de wasje en zo. Laat ik het taartje doen. Oh, hij heeft het taartje wel opgericht. Dat dan weer wel. Ja. Ons spikkelbeertje. Taartje was lekker. Maar je hebt een soort van... Toen ben ik lekker gaan slapen. Eén kakje na het eten. Ja. Na het eten van het taartje. Ja. Ben je op een verjaardag, krijg je taart. Ja. Sorry, één kakketje. Laatst vroeg iemand af, ik vond Enzo vaak langs. Ik zei, ja, ik kom regelmatig langs. Ik val alleen omdat je slaapt. Ja, want ik voel me altijd op gemakkelijke plekken waar ik mijn slaap val. Ja, geef me iets, jongen. Het is je gegund. Heb je nog iets te eten of zo? Ja hoor, een appeltaart. Oh, lekker. En je groen koekje of zo? Een kakkertje. Ja, altijd met je koekjes. Ik heb net al een stroopwafels op, die heeft Milan opgegeten. Oh, maar de, ja, die zijn ook wel lekker. Ja, die zijn al. Maar we hebben geen drinkje of zo. Alsof je moeder dat heeft. Vroeger. Staat ze kijken. Staat ze kijken, hoor, bij de benen. Oh ja, dat brinkje, koekjes. Brinkjes of knoppers, dat zijn wel zijn favorieten. Mama. Nee, dankjewel. Dat is niet bedoeld dat we verder gaan slapen. Slagroom, appeltaart. Misschien heeft je moeder wel iets van fruit, een mandarijntje of zo. Appeltje. Ik heb een lekkere banaan. Banaan heb ik. Wat een lekkere banaan heb je daar? Lekkere banaan. Ja. Kijk, lekkere banaan. Oh, ik heb wel. Ja. Heb je zin in iets van drop? Ik ben niet zo'n drop eten. Jullie? Nee, dat weet ik, maar dit is wel een hele lekkere drop. Alleen als mun drop is met pepermunt. Nee, dat is het niet. Zal ik het laten zien? Krijtjes. Krijtjes, daar eet ik niet. Is dat het? Nee, wil je die niet? Heb je die? Ja. Oh, dat is wel lekker. Daar eet ik me misselijk aan. Pak die kiwi. Ze waren in de aanbieding en ik leg ze in de auto. Dat is mijn guilty pleasure. Ja. Ik snoep eigenlijk niet, maar weet je, ik heb helemaal geen koek meer snoep. Maar ik heb altijd dropjes in de auto. Oh, nice. Oh, mag die hebben? Die mag jij hebben. Oh, laat de truc eventjes aan Irma zien dan wel. Ja, ik ga het truc laten zien.
van hem en ze. Hele bank. Oh ja. Hij had ze vast. Ik heb even een muntje nodig, om het muntje. Nee, met een kiwi. De kiwi is wel heel groot. Oh, ik heb nog wel een andere truc hoor. Kijk, ik heb hier een pen. Oh, ja. Voel maar. Is een pen. Ja, het is mijn pen. Geen gek, ja. Ik heb jouw pen? Nee, is van jou. Mijn pen. De dopijl. Is, heb je veel waarde hier aan trouwens? Ja, enorm. Ja, echt? Nee. Oké. Okay. Let op, hè. Oh. Ja, hij kan dat wel goed, hè? Hij is wel vlug. Je mag de pen ook houden. Vlugge handjes. Ik heb gelijk zin om te schrijven. En ze vindt dat mooi, hè? Die zit hier zo te genieten van zijn met zijn dropjes erbij. Doe met een muntje nog, met een muntje. Heb je niet kaarten toevallig? Heb je spelkaarten? Jawel. Ja? Ja, dan moet ik even denken waar ze hebben. Is je portemonnee vies? Ja. Kijken wat ik heb. Oh nee, dit zijn de batterijen. Ik heb wel 20 lira. Ja. Ik heb 20 lira staat gelijk aan 20 euro, toch? Ik heb hier 20 lira. 20 lira? Ja, 20 lira. Nee, ik heb geen geld. Ik heb nooit geld. Ik heb een pasje, Kijk wat. Ja, nooit geen geld. Mooi, ik heb zo 5 euro. Nou, gezien al ronde spuug hier. Wat doet hij? Oké, laat de zwevende kaart maar zien. Of een touwtje. Zo. 1, 2. Maar een pasje. Je kan echt toveren. Niet normaal. Dat lijkt je mooi, hè? Ja. Zo. Maar als we nou spelkaarten hadden gehad, had je 2 hele goede goocheltrucken, hè? Trucken, dat is niet normaal. Maar dat doen we de volgende keer dan, ja? Maar weet je hoe hij dat doet met een pasje? Nee. Nee, zie je? Dat is een goede tovenaar, hè? Ah. Ja, zeg even. Ja, de pen dan niet. Dat wist je het gewoon niet wel. Nee. Daar snap ik ook niks van. Ik snap er helemaal niks van. Nog 1 keer doen. Heel knap. Oh. Ja, nee, top. Heel leuk. Zal ik nog iets verder laten zien? Let op, hè. Ik heb een kiwi, ja. Mm-hmm. Doe ik zo. Wow, vet. En ik kreeg een gezichtje erop. Heel cool. Dropje? Hoe is het met jou? Nou, ik ben nu al bijna misselijk van die dropjes. Maar ik heb wel lekker geslapen. Wat doe je? Dit is dat ene plekje waar geen haar is. Maar hij heeft net een nieuwe kapsel, hè, Noël? Ja. Dat is wel mooi, hoor, je haar. Wow, dat is wel lief. I like your kachi. Wow. Hij zat al klaar. Huh? I like your kachi. Oh, dat ging niet goed. Ja, sorry. Oh. Mama is deze. Ja, ik snap niet waar mijn kaarten zijn. Ik heb maar 6 van die pakjes. Dat is typisch wat van mij. Daar heb ik alles af en geen minder wat ik heb. Ja, ik denk dat een andere goochelaar al weg heeft over het. Ik denk het ook. Simsalabim, en de kaarten zijn weg. Je had geen zin in die kaarttruc, hè? Je dacht, moet ze maar snel wegtoveren. Ik heb een kaarttruc. Sukkel. Eerlijk, laat me terugkijken. Dat was best goed. Nee, veel tegen. Ik had eventjes een inkakker, maar ik heb ondertussen van Assen weer naar huis gereden. 1,5 uur, bijna 2 uur. Dus we zijn er weer. En zoals jullie kunnen zien, de hal hier is een beetje een troep. Dus dit ga ik allemaal eventjes opruimen voordat we op wintersport gaan. En alles even klaarmaken. Ook voor Jordi, die hier op het huis gaat passen. Dus Jordi, die komt hier morgen. Morgen gaan wij weg op wintersport. En dan gaat hij op het huis passen, blijft hij hier slapen. Dus dat wordt wel superleuk. Het wordt de eerste keer voor Jordi dat hij hier blijft slapen. Dus eerst was het Bas en nu is Jordi. Dus dat is wel gezellig. Bas is namelijk nu misschien nog in Monaco of zo, dat weet ik niet precies. In ieder geval weg in het buitenland. Ondertussen, ja, de tassen van
Noël die staan hier. En Marvin is hier ook bezig om het een en ander op te ruimen en klaar te maken. En hier liggen tuinhandschoenen. Als die weg kunnen, dan mogen ze in deze tas. Nee, de tuinhandschoenen doen we in de la voor de volgende keer dat Noël en ik gaan metaaldetecten. En ik ben echt super blij met mijn haartjes. Kim die heeft dat echt super strak gedaan. Dus ja, sowieso even wat vaker mijn haartjes doen. Maar dat zeg ik altijd als ik net van de kapper kom. Dus ik ga even de hal en alles hier opruimen. En dan zien we morgen de rest alweer. Dus voor nu, heel erg bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet dan niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zeg ik, zoals altijd... Oh, ik moet nog even iets laten zien. Ik had dat beloofd. Iets wat ook 9 februari om 12 uur online komt. Dames en heren, hier heb ik het. Oh my god. Dit, dames en heren, is wel echt heel erg tof. Check ook hoe mooi de verpakt dat zit. Kijk. En toen viel het op de grond. Goed. Maar ik kan wel tegen een stootje natuurlijk. Yo, dit is echt keihard. Eindelijk. Je wou al echt een hele tijd mee bezig. Kijk dan. Hoep, hoep. Mijn eigen knolpowerketting, dames en heren. En wat voor eentje met dobbelsteentjes. Super tof, echt keihard. Dit is sowieso ook iets wat ik aan Thijs ga geven. Want dit is ook typisch een beetje de stijl van Thijs, wat hij echt keihard vindt. Een paar van die pareltjes en dan dobbelsteentjes. En ja, ik vind het echt super tof. Ik vind het echt keihard. Dus deze gaat lekker mee op windsport. Heel erg chill. Dus ik ben helemaal fresh. Ga hier ook gewoon zo mee slapen op deze manier. Dames en heren, zet het in je agenda. Ik check jullie morgen. Bedankt voor het kijken. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke... Vette. Peace!